Er bestaan honderden make-up borstels, maar welke 7 borstels moeten er nu zeker in jouw make-up tasje zitten? Welkom bij Contour, ik ben Nanya. Verdwaal jij ook snel tussen het gamma van al die make-up borstels? Wel, ik ga jou helpen en zeggen welke 7 penselen je zeker en vast in huis moet halen. Het eerste penseel dat we nodig hebben is om jouw foundation te plaatsen. Nu, je ziet, deze heeft korte vaste haartjes, dus daarmee kan je heel mooi naturel gaan werken. Nu, we staan er ook met meer van die fluffy lange haartjes, maar daar vind ik dat je sneller last kan krijgen van strepen. Dus ik plaats het eerst met het penseel en nadien ga ik er nog eens over met mijn handen. Nu, handen hebben lichaamstemperatuur, dus daarom kan je het mooi laten versmelten met je gelaat. Een foundationpenseel gaan we natuurlijk gebruiken om ons gezicht mooi egaal te maken. Dus overal mooi dezelfde kleur. Het is niet om ons bruin te maken, want daar vergissen sommige vrouwen zich in. Voor ons bruin te maken gaan we eerder grijpen naar een blush of een bronzer. Als tweede penseel hebben we een concealerborsteltje nodig. Met een concealerborstel, als je zo kijkt, dat is eigenlijk de mini-versie van je foundationpenseel. Dus die haartjes staan ook dicht tegen elkaar en daarmee kan je heel mooi naturel concealer gaan plaatsen. Een concealerpenseel gaan we dan eerder meer gebruiken om vlekjes, walletjes, littekentjes, eigenlijk alles wat je niet mooi vindt op je gezicht kan je gaan weghalen, wegwerken. Dus daarvoor gebruiken we dan een concealerpenseel en natuurlijk een beetje concealer. Dat kan in de vorm zijn van een tubetje, een potje, dat kan je zelf kiezen. Nu, onder de ogen gebruik ik het liefst een vloeibare concealer. Op de rest van het gelaat maakt het niet zoveel uit. Dan kan je bijvoorbeeld ook een concealerpalet gaan gebruiken. Dat heeft een iets dikkere structuur, dus kan je makkelijker vlekjes of buisjes mee wegwerken. Als derde penseel hebben we een wenkbrauwborsteltje nodig en ook een klein penseeltje waarmee je bijvoorbeeld wenkbrauwpoeder kan aanbrengen. Waarom nu wenkbrauwpoeder? Er bestaat natuurlijk ook wenkbrauwgel of een wenkbrauwpotlood. Maar met wenkbrauwpoeder kan je eigenlijk op de meest natuurlijke manier je wenkbrauwen gaan aanzetten. Dus met dit schuine penseeltje neem je wat wenkbrauwpoeder en je kampt het zo mee in de naturele haargroei van je wenkbrauwen. Nu, nadien kam ik het altijd nog eens eventjes met een wenkbrauwborsteltje. Als vierde penseel, het zijn er eigenlijk meteen 2, dat is eigenlijk een dubbelzijdig penseel. Nu, bij de meeste merken ga je het penseel dubbelzijdig vinden en anders moet je dus zien dat je een korte vaste kant hebt en een penseel met een fluffy lange kant. Dus hiermee gaan we de oogschaduw plaatsen. Dus het is heel belangrijk om altijd met deze 2 soorten penselen te gaan werken. Waarom? Eentje met korte vaste haren gaat ervoor zorgen dat je de lichtste kleur het intenst kan plaatsen, omdat die haartjes dus dicht tegen elkaar staan. En daarmee kan je feller duwen op je penseel. Heb je fluffy lange haartjes, dat is dan eerder voor de donkerste kleur, om die kleur eigenlijk vrij zacht en natuurlijk te gaan plaatsen. Als vijfde penseel hebben we een eyelinerpenseel. Nu zie ik je al denken, oei oei, een eyeliner. Wel, met een eyelinerpenseel kan iedereen een heel mooie en makkelijke eyeliner plaatsen. Dus gewoon een eyelinerpotje erbij nemen en dan met het penseel je eyeliner plaatsen. Ik begin het liefst in het midden van mijn bewegend ooglid. Dus je gaat met behulp van je vinger het eventjes strak trekken. Je begint in het midden met het puntje van je penseel naar je oog toegericht. Tegen de wimperrand naar achter toe en dan verbind je het midden met je ooghoek. Dus je moet het zeker eens testen met een penseel, gaat het in mijn ogen veel sneller en makkelijker. Als zesde penseel gebruiken we een grote poederborstel. Nu, een poederborstel kan je in eerste plaats gaan gebruiken om te gaan fixeren. Dus om je make-up goed vast te zetten, dat kan je doen met compact poeder, met los poeder. Dus gewoon eventjes over heel het gelaat gaan. Wat je er ook mee kunt plaatsen is natuurlijk een blush. Dus je kan het op de appeltjes van je wangen of wil je een strengere look, dan kan je gaan contouren en dan plaats je de blush onder je jukbeen. You got me smoking on some new shit. I'll go, I'll go, I'll go, I'm
Als zevende en laatste penseel haal ik er een kabuki borstel bij. Ja, het is een hele raar en grappige naam, kabuki. Dat wil eigenlijk zeggen, we hebben geen steel, dus geen uiteinde. Dus echt een stompje dat je makkelijk kan neerzetten, maar natuurlijk ook makkelijk kan vasthouden. Dus met een kabuki borstel brengen we bronspoeder aan, of ook wel woestijnzand genoemd. Dus om jezelf een lekker fris en mooi zonnekusje te geven, dan zie je er heel mooi en gezond uit. Dus een gezonde gloed. En waarom nu net een kabuki? Die gaat ervoor zorgen dat je overal dezelfde hoeveelheid poeder gebruikt. Want als je een ander soort penseel daarvoor gebruikt, kan het wel zijn dat je vlekken krijgt en niet overal dezelfde hoeveelheid. Dus afkloppen en dan met ronde bewegingen mag je overal overgaan. Zelfs naar je decolleté, naar je hals. Dus je geeft jezelf eigenlijk een mooie zongebruinde kleur. En dan is de vraag meestal, ja, welke borstels moet ik nu in huis halen? Want er bestaan er zoveel. Voor poederstructuren, zoals je blush en om te gaan fixeren, raad ik wel aan om met echte haren te gaan werken. Synthetische haren kun je dan weer beter gaan gebruiken voor foundation en cream blush. Dus voor liquid, lopende structuren. Nu, een vaak voorkomende vraag is dan, welke borstels moet ik nu gaan kopen? Moeten dat dure borstels zijn, goedkope? Eigenlijk mag je dat kiezen. Ik vind het wel aangenaam dat ze zacht aanvoelen en dat de haren ook niet uitvallen. Ook voor natuurlijk, als je het persoonlijk gaat gebruiken, is het ook niet nodig dat het dure borstels zijn. Als je het natuurlijk als beroep gebruikt, kan je best wel investeren in wat duurdere penselen, zodat ze natuurlijk ook langer meegaan. Nu, als je niet voor de dure penselen gaat, is het natuurlijk belangrijk om de levensduur van je penselen zo lang mogelijk vol te houden. Dus het is belangrijk om ze regelmatig ook te gaan poetsen, te gaan schoonmaken. En daarvoor bestaat echt gewoon kwastenreinigers van verschillende merken. Maar je kan ook baby shampoo gebruiken. Waarom baby shampoo? Omdat het natuurlijk veel zachter is. En daardoor ga je je haren niet beschadigen. Nu, ik neem gewoon een keukenrol. Ik doe er wat product op. Ik wrijf mijn penselen erin schoon. Maar dan is het heel belangrijk dat ze drogen. Los van tafel, dus leg ze niet recht op tafel, want dan krijg je een lelijke afdruk. Dus laat ze gewoon aan de rand van de tafel drogen, zodat er gewoon enkel lucht bij kan. Zet ze zeker niet rechtop in een potje, want dat zie ik eigenlijk heel vaak gebeuren. Maar dan gaat het product in de houder druipen en heb je meer kans dat de haren loskomen. Dus zeker niet rechtop laten drogen, maar dus gewoon op de rand van de tafel. Zo, ik hoop dat ik je wegwijs heb kunnen maken welke 7 penselen je zeker en vast in huis moet halen. Heb je nog een beautyvraag voor mij? Laat het me dan zeker weten in de comment. Vond je het een leuke video? Thumbs up en vergeet je zeker niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende! I